welkom bij deze nieuwe video. Ik hoop dat jullie een beetje verschil kunnen zien, want dit is de allereerste video met mijn nieuwe camera. Ik ben zo blij, want mijn oude camera gaf echt niet de kwaliteit die ik wou. Deze camera is een heel stuk duurder. Echt, het kostte me echt een vermogen, maar ik ben er echt super blij mee. Ik zie echt al meteen verschil. Ik zie dat alles veel lichter is, dat je veel meer details kunt zien en wat dan ook. Ik heb nou ook daar een monitor staan waar ik ook heel blij mee ben, want nou kan ik mijn eigen gewoon zien in het groot en kan ik gewoon alles zien. Met mijn oude camera had ik dat niet en was de hele optie er niet. Mijn oude camera was de Sony A5100, als ik het goed zeg. En die had dus geen optie om hem aan te sluiten op een monitor. Dus ik moest altijd in dat kleine schermpje kijken waar ik eigenlijk niks zag. En dan altijd als ik de video ging editen, zag ik echt dat de lipstick op mijn tand zat of wat dan ook. En dan was dat laat om het te veranderen. Dus als ik nou af en toe naar die kant kijk, dan kijk ik dus naar mezelf. Ik zal dat in het begin denk ik wel heel vaak doen, maar give me a break, want ik heb het echt net nieuw en ik ben nog heel enthousiast. Dit is dus de eerste video, dus ik weet niet of ik alles al goed heb gedaan met belichting en zo. Ik heb een beetje online gezocht hoe ik alles moet instellen. En dit lijkt me wel een goede belichting setup. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Mijn oude camera, de lens, ik heb echt totaal geen verstand van camera's, lenzen, helemaal niks. Dat was mijn allereerste camera die ik ooit heb gekocht. Ik had ook helemaal geen onderzoek gedaan, niks. Maar die lens maakte dus alles veel donkerder. Want ik heb twee softboxen, ik heb een ring light, ik snapte gewoon niet. Ik had precies alle lichten die iedereen had, maar toch waren mijn video's donkerder. En dat kwam dus door die lens. Dus nou heb ik een hele, hele goede lens gekocht, waardoor alles gewoon goed wordt belicht en je de make-up goed kunt zien. De camera die ik nu heb is de Canon 750D met de lens. Het is een Sigma lens. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke het is. Maar ik zal alles hier beneden in de beschrijving zetten. Zodat je, als je eventueel ook nog op zoek bent naar een goede camera met een goede lens, dan weet je welke ik heb. Ik heb nog geen microfoon gekocht, maar die komt ook nog. Dus laat me weten wat je vindt van deze videokwaliteit. Als jullie het te belicht vinden of iets lichter willen of wat dan ook, let me know. Want dan kan ik het altijd allemaal nog aanpassen. Nou, dan ga ik het gewoon hebben over de video van vandaag. Ik ben vandaag geïnspireerd door Jaclyn Hill. Zij heeft een video gemaakt over een moderne bruidsmake-up. En ik dacht, dat is wel leuk om te doen, maar dan op mijn manier. Dus dat wilde ik doen. Mijn zus was ook een paar weken geleden getrouwd. Ik had daar ook een hele mooie make-up look gemaakt en daar was ik ook echt heel blij mee. Dus het leek me wel leuk om zo'n soort make-up look te maken die ik persoonlijk zou dragen als bruid. Het is wel een moderne bruid, dus het is iets meer contour, allemaal iets heftiger. De oldschool bruid make-up looks zijn toch een beetje softer en lichtroze en niet too much. Maar ja, veel vrouwen van tegenwoordig willen gewoon iets meer make-up, ook op hun bruiloft. Dus ja, dat ga ik vandaag doen. Deze video zal denk ik iets langer duren dan normaal. Of ja, mijn video's duren altijd heel lang. Want bruidsmake-up moet echt perfect zijn. Dus dit wordt een hele extra make-up look. Ben je benieuwd naar deze make-up look? Blijf dan gewoon vooral even kijken. Oké, ik ga eerst beginnen met mijn ogen. Voor het geval de oogschaduw valt op mijn gezicht, dan kan ik het er gewoon afhalen zonder dat er foundation onder zit. Ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan. Die heb ik altijd al gedaan. Wenkbrauw is persoonlijk voor iedereen. Je mag het doen wanneer je wilt. Ik heb het al nou gedaan. Je mag het ook op het einde doen, in het midden van het proces. Doe je wenkbrauwen gewoon hoe jij het wilt. Ik gebruik altijd de Benefit Brow Pencil en Benefit Poeder en Benefit Gel. Oké, ik ga eerst mijn oogleden primen met oogschaduwprimer. Dit is een hele belangrijke stap, want vooral als bruid wil je dat je oogschaduw de hele dag goed blijft zitten. En niet dat het na 2 uur er al helemaal zo afgaat, want je moet op heel veel foto's en zo. Dus gebruik alsjeblieft een oogschaduwprimer. Die ik heel erg fijn vind is de W7 I Got The Power Eyeshadow Primer. Deze is ook super betaalbaar. Je kunt die gewoon bestellen bij www.w7cosmetica.nl. Je kunt ook mijn kortingscode gebruiken, dan heb je 10% korting. Al mijn kortingscode codes staan onder deze video in de beschrijving. Deze is echt zo fijn. Echt, I love it. En je hoeft maar echt een heel klein beetje te gebruiken. Ik breng gewoon altijd een heel klein beetje aan op mijn kwast. Zoals je kunt zien is het maar een heel klein beetje. En dan kun je echt al je hele ooglid primen. Ik prime echt het lid en helemaal tot aan mijn wenkbrauw. Want daar komt ook allemaal oogschaduw. Dus overal waar oogschaduw komt, wil ik dat dit eronder zit. Zoals je ook kunt zien, maakt het mijn ooglid lichter. En dat is ook heel erg fijn. Want dan poppen de kleuren beter die je straks gaat gebruiken. En dan is het ook echt gewoon die kleur. Want als jouw huidskleur eronder zit, dan past dat ook een beetje de kleur aan. En dat is niet wat je wilt. Je wilt gewoon dat de kleur wordt zoals in het oogschaduwpaletje zit. Dan pak ik een losse poeder. Deze is van Nabla. Maar je kunt in principe gewoon elke losse poeder gebruiken die je wilt. Zolang het maar een witte gelichte kleur is. En dit breng je dan aan
op de oogschaduw primer om het te zetten. Want als het zo blijft plakken, dan gaat je oogschaduw straks niet goed blenden. Vooral voor mensen met een vettige huid en vettige oogleden is dit een hele belangrijke stap. Want zoals je al kunt zien, ik weet niet of je het goed kunt zien op beeld, maar is het hier al een beetje aan het creasen. En dan doordat je deze poeder erop doet, gaat dat dus helemaal weg. Nou, dan de oogschaduw. Ik ga een van mijn fijnste paletjes gebruiken. Deze paletje had ik ook gebruikt voor mijn make-up look op mijn zus haar bruiloft. Maar dit keer ben ik de bruid. En, of ja, ik ga niet echt trouwen mensen. Het is alleen voor deze video. Maar ik ga de Anastasia Beverly Hills Soft Glam paletje gebruiken. Dit paletje is echt geweldig. Het zijn een beetje bruinige nude kleurtjes met hele mooie gouden, rozige kleurtjes met bruismake-up. De twee kleuren waar ik altijd aan denk is of roze of bruin. Dus of een beetje een roze ooglook of een beetje een bruine soft ooglook. Ik ga voor bruin omdat ik vind dat dat mij beter staat. Nou, ik ga eerst heel lichtjes beginnen in mijn crease met deze licht oranje kleur Orange Soda heet deze. En dan met de fluffy kwast breng ik deze aan in mijn arcadeboog. En ik breng het een beetje hoger aan, want dit is de allereerste kleur. En als je hem al meteen te laag aanbrengt, is hij straks niet meer te zien. Want ik ga nog een heleboel andere kleuren gebruiken. Maar deze kleur is een hele mooie kleur om mee te beginnen. Om straks de rest van de kleuren op te bouwen. En dit blend ik gewoon zo heel de tijd van binnen naar buiten. Ik ga vandaag voor een beetje een soft smoky look. Ik ga niet voor een cut crease en zo. Want ja, een cut crease look en zo is toch een beetje meer een kunstwerkje. En ja, je wilt denk ik niet op je bruiloft staan met een kunstwerkje op je oog. Dat is meer iets voor Instagram. Dus ik ga gewoon voor een beetje mooie smoky. Dan pak ik deze lichte kleur. Die heet Tempera. En met een... Ik laat de onderkant zien. En met een penseelkwastje ga ik dit aanbrengen onder mijn wenkbrauw. Om die een beetje te liften. Ik wilde dat eigenlijk als eerste doen, maar ik was het vergeten. Dit is heel mooi om je wenkbrauw te liften. Let wel op dat je je wenkbrauwen hebt geëpileerd. Want als je dit gaat aanbrengen terwijl je niet hebt geëpileerd, dan gaan die haartjes meer opvallen. En dat wil je niet. En dan ga ik weer even met die kwast van net er een beetje overheen. Om het iets softer te maken. Anders is het hier zo'n harde streep. Oké, dan pak ik de kleur eronder. Dit is een iets donkerdere oranje kleur. Burnt Orange heet die. En met dezelfde kwast ga ik ook weer in mijn crease. Maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. En ik focus me vooral op de buitenkant. Maar ik ga wel gewoon helemaal naar binnen met die kleur. Dan pak ik de kleur ernaast. Dit is de kleur Sienna of Sina. Ik denk dat het Sienna heet. Het is een beetje een roodbruine kleur. En met een iets kleinere fluffy kwast ga ik die aanbrengen in de buitenste hoek van mijn oog. En deze hou ik wel echt alleen in de buitenste hoek en een beetje tot aan het midden. Maar wel echt vooral in de buitenste hoek. En ik ga absoluut niet helemaal naar binnen met deze kleur. Want ik wil dat het binnen een beetje licht blijft. En ik blijf laag met deze kleur. Ik ben nu steeds extra in de monitor aan het kijken. Want ik had me net al opgemaakt. Ik was al dus ongeveer hier. En toen kwam ik erachter dat ik niet op de camera knopje had geklikt. Dus hij was niet aan het opnemen. En toen kon ik weer deze hele ooglook eraf halen en overnieuw beginnen. Dus als ik nou een beetje extra vaak kijk, is het om op te letten of je wel echt mij opneemt. Ik heb echt geen zin om weer overnieuw te beginnen. Oh mijn god, ik zit nou in de monitor te kijken en je kunt de kleuren zo goed zien. Met mijn andere camera was het echt zoveel meer vager. Ik had ook echt vaak commentaren van mensen over waarom blur je je huid waardoor die mooier lijkt. Terwijl ik deed dat helemaal niet, dat deed die camera. Hij was gewoon zo vaag dat je echt niks kon zien. En deze echt, je kunt het echt veel beter zien. Plus ik heb hier de optie om het gedetailleerd te maken. En ik heb hem staan op stand 5 en dat is best wel hoog. Dus je kunt best wel veel details zien. Maar ja, je kunt dan ook veel meer imperfecties zien op mijn huid. Maar ja, dat hoort er nou gewoon eenmaal bij. Niemand is perfect. Nou, ik vind het zo eigenlijk al wel donker genoeg. Normaal ben ik dan geneigd om dan nog een donkerdere kleur zoals deze bruine kleur te pakken. En mijn buitenhoeken nog donkerder te maken. Maar voor een bruid vind ik dit toch beter. Gewoon iets meer softer en niet allemaal zo heel donker. Want ja, op foto's heb je dan een heel donker gezicht. En je wilt het toch wel een beetje licht en fris en fruitig houden op je bruiloft. Nou, dan pak ik deze glitterkleur. Die heet Rose Pink. Is een beetje een rozige glitterkleur. Alweer. Hij heet Rose Pink, Sarah. En met een platte kwast ga ik die aanbrengen. Ik maak ook mijn kwast nat met een setting spray. Dit is de BH Cosmetics setting spray. Om het iets heftiger te maken. Nou, en zoals je kunt zien heeft deze glitterkleur heel erg veel fallout. Dat is dus de reden dat ik eerst begin met mijn ogen. Want nou maakt dat dus niet uit. En dan pak ik weer die kleine fluffy kwast met de kleur Sienna. Dus die donkere kleur die ik gebruikte. En daarmee ga ik het hier bij de buitenste hoek een beetje in elkaar blenden.
Nou, wat ik dan ga doen, dan pak ik deze beetje licht gouden kleur. Die heet Glistening. En met mijn vinger pak ik die en die ga ik op de roze kleur aanbrengen om het iets minder roze te maken. Nou was het een beetje een mixje van roze en goud en dat is wel mooi. Kijk het verschil. Deze is nou nog echt best wel fel roze en deze is nou een stuk minder fel roze. En dat vind ik iets mooier. Dus dat ga ik nou hier ook eventjes doen. En met die fluffy kwast van net, waar ik verder niks meer op doe, ga ik het weer allemaal een beetje uitblenden. Oké, met een make-up doekje ga ik even de fallout hier onder mijn oog weghalen. Dan pak ik deze zwarte kleur in het paletje, die heet Noir. En dan met zo'n schuin afgesneden plat kwast ga ik een wing maken met deze oogschaduw. Ik gebruik geen winged eyeliner, omdat dat iets te hard is en ik het allemaal iets meer smoky wil. En dit ga ik dan gewoon zo indrukken bij mijn wimperrand. En ik druk gewoon letterlijk een lijn. En ik hou het ook best wel dun. En dan als ik de lijn erin heb gedrukt, ga ik er een beetje zo overheen om het allemaal een beetje uit te smoken en iets minder hard te maken. Kijk, nou heb ik het hier wel gedaan en hier niet. Het is niet een heel veel verschil, maar het maakt toch een beetje de wimperrand iets donkerder. Dat is ook straks mooier met nepwimpers. Dan pak ik ook een zwart oogpotlood. Deze is van Sugar Cosmetics. Dit is echt het meest zwarte oogpotloodje ever die er gewoon bestaat. En die breng ik aan in mijn waterlijn aan de bovenkant. En dan mascara. Ik gebruik mijn Benefit Bad Gal Bang mascara. Als het gaat om bruidsmake-up, neem geen kansen. Gebruik gewoon de producten waarvan je zeker weet dat ze mooi zijn. En dit is gewoon echt mijn beste mascara. Nou, en dan natuurlijk ook nepwimpers. Nepwimpers hangt echt af van je oogvorm. Ik vind Queen Tarsie heeft hele mooie wimpers voor bruidsmake-up. Ik heb er hier twee liggen, alleen ik vind ze allebei iets te natuurlijk op mijn ogen en ik wil ze toch iets langer hebben. Ik hou van heftige wimpers, maar dat is gewoon mijn persoonlijke voorkeur. Ik hou niet van hele dikke wimpers, maar wel heel lang en een beetje wispy. En ik wil ze voor vandaag niet too much houden. Ook al is het wel too much, maar niet too much. Dus ik gebruik deze wimpers. Dit zijn de wimpers, oh hij is gevallen. Maar deze heet Dissel ofzo. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik weet ook niet hoe ik haar naam uitspreek. Esra heet ze. En zij heeft dus een wimperlijn. En ik ga deze even opdoen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, mijn neppe wimpers zitten erop. Ik ben er heel blij mee. Ik vind ze echt heel leuk staan bij de look. Nou ga ik verder met de huid. Ik heb al dagcreme op. Dus dat is al klaar. Ik ga nou mijn gezicht primen. Nou, omdat dit dus een speciale make-up look is. Want het is voor een bruid. Ga ik twee primers gebruiken. Normaal gebruik ik er gewoon één. Maar deze keer ben ik iets extra. Dus ik gebruik er twee. Ik gebruik de Embryo Lyse crème. Deze ga ik op mijn hele gezicht doen. Deze is heel fijn onder make-up, want die laat je make-up lang zitten. En het maakt je huid heel mooi egaal. Op mijn T-zone en vooral bij mijn poriën ga ik de Benefit Professional gebruiken. Deze omdat die mijn poriën een heel stuk minder zichtbaar maken. En dat vind ik heel erg mooi. Dus deze gaat op de T-zone en deze op de rest van mijn gezicht. Ik ga eerst beginnen met de Benefit Professional. Als je een primer gebruikt die je poriën minder maakt, moet je het erop deppen. Niet smeren, maar erop deppen. Als je het gewoon op je gezicht smeert, dan smeert het ook gewoon een soort van een beetje weg. En dan heeft het dus geen nut. Dan pak ik mijn Embryo Lyse crème. Deze, oh echt geweldig jongens. En die ga ik gewoon verder op de rest van mijn gezicht aanbrengen. En ik vermijd een beetje de plekken waar ik de Benefit primer heb aangebracht. Dus ik ga gewoon een beetje eromheen. Nou, dan ga ik met een concealer mijn plekjes verbergen die ik wil verbergen. Ik gebruik mijn Urban Decay All Night Concealer. En deze doe ik gewoon op plekjes die ik gewoon extra wil camoufleren. Zoals hier en een beetje hier. Ik heb het vooral bij mijn kin. En hier had ik ook een puistje die nog een beetje zit. Deze concealer is echt super dekkend. Dus vandaar dat ik deze gebruik. En dan met mijn vinger dep ik het gewoon uit. Oké, dan foundation. Super belangrijk dat je een foundation gebruikt waarvan je zeker weet dat die goed werkt. Dat die je huid mooi egaal maakt. Dat die vooral lang blijft zitten. Ga niet testen. Ga niet een andere foundation keer proberen. Dit is niet de dag om nieuwe dingen te proberen. Dus ik ga mijn allerbeste foundation gebruiken die ik hier heb. En dat is de Estée Lauder Double Wear. Ik heb hem in de kleur 3N. En dan met mijn Queen Tarsie spons, die ook geweldig is, ga ik het aanbrengen. Dan ga ik concealer aanbrengen onder mijn ogen. Ik ga ook weer twee concealers gebruiken. Voor alle mensen die deze video als eerste zien van mij, ik gebruik nooit zoveel product. Als ik me gewoon normaal opmaak, gebruik ik gewoon één concealer, één primer. Maar omdat het dus voor een bruid is, ben ik een beetje extra. Ik ga weer eerst beginnen met mijn Urban Decay All Nighter. Deze omdat hij gewoon echt heel erg goed dekt. Ik heb hem in de kleur Medium Light Neutral.
Deze dekt gewoon heel erg goed. Maar hij is wel een beetje aan de droge kant, dat wel. Maar hij is echt geweldig qua dekking. Dus daarom breng ik deze als eerste aan. Daaroverheen ga ik met de Catrice Liquid Camouflage Concealer in de kleur 020 Light Beige. Deze is ook echt super fijn. Deze is een heel stuk minder droog en ook iets lichter. Dus daarmee ga ik er een beetje overheen om het allemaal iets minder droog te maken. En om het ook tegelijkertijd iets lichter te maken. Want zoals je kunt zien is deze iets lichter dan die van Urban Decay. En dan blend ik ze gewoon weer allebei uit met mijn spons. Nou, deze concealer combinatie is zo smooth. Mijn huid ziet er nou echt heel goed uit. Die Urban Decay concealer vind ik echt heel erg mooi. Dan snel, voordat ik ga afpoederen, ik ga even snel cream contouren met mijn Kiko Contour Stick. Dit is mijn favoriete contour stick in de kleur 201. Ik vind dat deze contour stick echt niet genoeg aandacht krijgt. Deze is echt geweldig. Kijk hoe makkelijk deze contour uitblendt. Deze stick is zo geweldig. Echt, hij verdient echt meer aandacht. Dan pak ik mijn Ethos contourpoeder in de kleur light medium. En daarmee ga ik mijn neus contouren. En dan een beetje uitblenden. Blend hier niet te hard, anders blend je de foundation die eronder zit mee weg. En dat wil je niet. En wat ik dan altijd doe, is nog een beetje met de spons eroverheen gaan om het iets meer smooth te maken. Dan pak ik weer mijn losse Nabla poeder en dan ga ik baken. Ik vind baken een hele belangrijke stap die ik nooit oversla. Baken moet gewoon vooral op mijn huid, anders is het gewoon niet smooth onder mijn ogen. Wat wel heel belangrijk is, op je bruiloft ga je op heel veel foto's staan en die foto's zijn van heel veel emotionele waarde, want die heb je nog jaren en daar wil je echt nog jaren naar terugkijken. Dus gebruik een poeder waarvan je zeker weet dat hij geen flashback heeft. En ik doe het ook een beetje op mijn neus. Om de neuscontour weer iets meer smooth te maken. En dan ook op mijn kin, gewoon op alle plekken waar ik concealer heb gedaan. Als je een hele vette huid hebt, ga dan ook nog met deze poeder over je hele gezicht. Om het allemaal wat matter te maken. Ik heb geen vette huid, ik heb een normale tot droge huid. En dan kun je de poeder even laten zitten. Ik doe dat niet, omdat zoals ik al zei, mijn huid neigt naar de droge kant. Dus ik haal het er eigenlijk weer meteen vanaf. En dan met wat er nog een beetje op de kwast zit, ga ik over de rest van mijn gezicht. Dan nog een extra stap om het iets lichter te maken om die ogen. Ik ga met nog een pressed poeder eroverheen. Ik gebruik mijn Hello Flawless poeder van Benefit in de kleur I Love Me Ivory. Die ziet er zo uit. Het is een hele mooie dekkende lichte kleur. En met de spons die ik ook net heb gebruikt voor de losse poeder, pak ik een beetje en ook dit dep ik zo onder mijn ogen. Om het iets lichter te maken daar, want ik wil het altijd heel licht hebben hieronder. Kijk, je kunt al meteen het verschil zien. Hier is het nou echt een heel stuk lichter dan hier. En dit moet je er niet afhalen. Dit hoef je er verder niet af te vegen. Je brengt dit gewoon aan en laat het zitten. Omdat ik nou best wel veel poeder op mijn gezicht heb, ga ik even tussendoor sprayen met weer mijn BH Cosmetics Setting Spray. Nou, en dan ga ik weer even snel door met de ogen. Ik pak weer mijn paletje. En ik pak deze twee kleuren. Deze twee matte kleuren. Dus Burnt Orange en Sienna. En die ga ik aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Dan pak ik weer deze lichte glitterkleur glistening. Die ik ook op mijn ooglid had gedaan. En met een klein penseeltje doe ik die in mijn binnenste ooghoek. Deze stap sla ik ook echt nooit over. Want dit maakt je ooglook echt helemaal af. En het maakt je ogen ook iets meer open. Dus ik doe dit echt bij elke make-up look. En dan een beetje mascara op mijn onderste wimpers. En ik gebruik weer mijn Benefit mascara. Oké, mensen, ik ben net gewoon een uur weg geweest. Want ik zat midden in mijn blush. En toen viel mijn camera uit, want de batterij was leeg. Dus ik ga gewoon verder. Ik heb al highlighter aangebracht. Want ik had niet door dat mijn camera niet meer aan het filmen was. Maar ik ga dat stukje wel weer even overnieuw doen. Ik heb mijn Anastasia Summer Glow Kit gebruikt. En dan de kleur Summer. En die heb ik gewoon zo aangebracht op mijn jukbeenderen. Ik had ook helemaal laten zien hoe het is als je heel veel opdoet of maar een klein beetje. Dus ik had hier heel veel gedaan en hier maar een beetje. En toen heb ik het afgemaakt door op allebei heel veel te doen. Maar ja, dat hele stuk is dus niet opgenomen. Maar goed, wat ik dus had verteld is dat je absoluut niet veel hoeft op te doen. Ik doe altijd wel veel. Ik doe ook altijd een beetje op mijn neus, maar niet te veel. Want ik heb best wel veel structuur op mijn neus. En als ik heel veel opdoe, valt dat superveel op. En dat wil ik niet. Dan pak ik ook altijd nog een beetje van die highlighter kleur. En die breng ik aan over de kleur die ik heb aangebracht in mijn binnenste ooghoek. Om het iets heftiger te maken. Dan pak ik weer mijn Nabla losse poeder. En die ga ik gebruiken om mijn blush en bronzer en zo iets strakker te maken hieronder. Je maakt gewoon zo een lijn, zodat het daar wat strakker wordt. En dit doe ik ook aan deze kant.
En dit mag je er weer gewoon meteen vanaf halen. Want als je dit lang laat zitten, wordt de lijn te strak. En dat is niet mooi. Het moet wel een beetje natuurlijk zijn. Nou, en dan lippen. Wat ik in eerste instantie zou aanraden is om een matte liquid lipstick op te doen. Omdat die gewoon super lang blijft zitten. En omdat je ook mensen omhelst en kusjes geeft. Die geven dan niet af. Maar als je hele droge lippen hebt, zoals ik bijvoorbeeld. Dan raad ik het weer niet aan. Want dan is een matte lipstick gewoon niet mooi. Want na 2 uur gaat het er helemaal zo vanaf van binnen en zo. Dus als je die issues hebt, raad ik het niet aan. Want dan kun je om het uur weer je lipstick vervangen. Nou, ik heb dus hele droge lippen. Dus wat ik ga doen is een liquid lipstick alsnog opdoen. Maar dan met een gloss eroverheen. Ik heb hier een liquid lipstick van Nabla Cosmetics. En deze heet Blair. En dit is een hele mooie beetje roze nude kleurtje. Overlijn je lippen niet te veel, want dat gaat opvallen op de foto's. Als je toch een beetje iets dikkere lippen wilt, overlijn het dan alleen maar hier bij je Cupid's Bow. Doe het echt alleen daar en hou de rest gewoon heel natuurlijk. En dan ga ik er overheen met deze Ethos Lip Gloss in de kleur. Even kijken, I Love My Nudes. Dit is een hele mooie nude lipstick, ook een beetje rozig. Nou, en dan is de look af. Heel belangrijk, setting spray, zodat je make-up lang blijft en het ook allemaal beter geheel wordt. Want je hebt best wel veel poeders op en als je dan dit opdoet, smelt alles mooi in elkaar. Nou, dit was dan de make-up look. Ik ben heel blij met hoe het is geworden. Ik vind het super mooi. Ik vind het echt een moderne bruids make-up look. Het is best wel veel make-up, maar niet too much. Het is gewoon heel mooi soft en wat lichte kleurtjes. En ik heb het gewoon allemaal heel soft, glowy en smoky gehouden. En dat vind ik gewoon super mooi als bruid. Het is gewoon mijn smaak. Iedereen heeft natuurlijk een eigen smaak, maar dit waren een beetje mijn tips en tricks qua make-up look. Laat me weten wat jullie van de make-up vinden. Let me know beneden in de comments. Laat gewoon iets leuks achter. Laat een tip achter. Laat gewoon achter wat je wilt. Dat vind ik altijd leuk, want dan heb ik ook een beetje interactie met jullie. Ik heb al heel lang niet echt een cliché make-up tutorial gemaakt op mijn YouTube kanaal. Al mijn tutorials komen vooral op mijn Instagram en op mijn kanaal heb ik meestal meer reviews en dat soort dingen. Dus ik vind het ook wel weer leuk om weer gewoon een oldschool make-up tutorial te hebben gemaakt. Ik hoop dat iedereen ook een stuk blijer is met deze videokwaliteit. Ik in ieder geval wel. Zo zijn mijn video's toch een stuk leuker om naar te kijken. Dus ik ben heel blij met deze upgrade. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Die komt woensdag om 1 uur. Doeg!